ben Antonia en mijn urban craft is leder bewerken. Ik heb in het midden van Antwerpen, in een heel mooie buurt, een atelier. Daar werk ik vooral aan mijn eigen collectie, aan mijn eigen label, onder mijn eigen naam, Antonia Stenkoven. Daarnaast is het ook wel de bedoeling om mijn atelier als een open atelier naar andere lederbewerkers open te stellen. Geen massaproductie meer. Eigen dingen maken in eigen land. Dat de mensen ons hier aan het werk kunnen zien. Ook voor de mensen die hier komen gewoon om iets te kopen, is het ook een belevenis. Dat ze kunnen zien, het product dat ze mee naar huis nemen, is hier voor hun ogen gemaakt. Mijn stijl, ben ik persoonlijk, dat is heel strak, geometrisch, uitgepuurde lijnen, zie je heel vaak terugkomen. Als ik fotografie studeerde, was ik ook heel gefascineerd om gebouwen en architecturale constructies te fotograferen. En dat zijn nu de dag van vandaag eigenlijk de dingen die mij nog altijd het meeste inspireren. Meestal gebruik ik zwart, maar ik probeer met texturen te werken om het contrast, het spel dat ik zie in architectuur, in die constructies, een beetje zelf te kunnen opbouwen in mijn tassen of mijn schoenen. Na het vele schetsen, patronen maken, prototypes optimaliseren, als je dan je finale product van onder de naald haalt en je kan dan zien van dit is het en je bent er helemaal tevreden van, dan, ja, dan is het voor mij, dat is wel echt het magische moment. Dagelijks in mijn atelier bezig zijn met leder is het hoofddoel. Daarnaast wil ik uiteraard nog heel hard werken aan mijn collectie, totdat die helemaal op punt is. En ik hoop in de toekomst een gevestigde Belgisch label te worden.